President Chandrika Prasad Santokhi heeft met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz gesproken over de werelduitdagingen. De wereld wordt geconfronteerd met bedreigingen van onze planeet, bedreigingen van ons levensonderhoud en de wereldeconomie. Alleen door middel van samenwerking kunnen deze uitdagingen worden overwonnen. CARICOM-landen hebben enorme moeite om in aanmerking te komen voor financiering. Zo hebben deze landen een meer realistische manier voorgesteld om landen te categoriseren. Een multidimensionale en klimaatsverandering kwetsbaarheidsindex zullen enkele voorstellen die realistischer zijn dan het bestaande categorisatiesysteem. President Santokhi hoopt op de steun van de Duitse kanselier voor dit voorstel. President Santokhi heeft ook een meeting gehad met de president van de VN-vergadering, Saba Khorosi. Hierbij zijn de speerpunten van deze missie besproken. Dit zijn onder andere klimaatsverandering, energie- en voedselzekerheid en cybercrime. De kustvlakte van 300 kilometers beschermen vraagt om bijzondere inspanning. We hebben hulp nodig om door middel van moderne technologie een oeververdediging te maken, aldus de president. De regeringsleider voegde eraan toe dat Suriname ondersteuning nodig heeft bij het verder beschermen van de bossen en dat het financieren van al deze zaken een grote uitdaging is. De jongeren van het resort Tijgerkreek hebben het initiatief genomen zich te organiseren om het hoofd te bieden aan de emotionele crisis en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De jongerenorganisatie Tijgerkreek en Omgeving stelt zich vooral ten doel lokaal en landelijk politiek invloed uit te oefenen en zo de belangen van de achterban, in deze de jongeren, in het resort te behartigen. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd met DC Shirin Bansi, die haar volle ondersteuning heeft toegezegd. De initiatiefgroep is gestart met 15 jongeren. Als eerste actie heeft zij gisteren een 65-tal pakketten met schoolspullen gedoneerd aan behoeftige schoolgaande jongeren in het resort Tijgerkreek.